Ivan, allereerst een goede start tijdens play-off 2 met een overwinning tegen Waasland-Beveren, gelijkspel op Standaar en morgen tegen Lierse. Wat is jouw inbreng in deze goede start? Ik ben blij wat heb ik gezien in de eerste twee wedstrijden van play-off 2. We hebben goed gewerkt, 2-3 weken voor de play-off 2. Ik heb al gezegd dat voor mij elke wedstrijd belangrijk is, elke training belangrijk is. En dat is de manier wat hebben we gespeeld. En morgen komt Lierse. Wat willen wij doen? Onze volledige focus is alleen op Lierse. We weten dat een ploeg die heeft kwaliteit, die heeft twee wedstrijden gewonnen in tweede klasse. Maar ik wil nog betere voetbal zien. Onze tweede helft tegen Standaard was een voorbeeld van collectief voetbal, van intensiteit, van agressiviteit en kwaliteit. En dan wil ik nog morgen zien, als kunnen we nog progressie maken. Even een individuele prestatie in de kijker zetten. Pieter Gerkes heeft een geweldige evolutie doorgemaakt dit seizoen. Wat zelfs je vrouw is van, heb ik gelezen in de krant. Wat vind je daarvan? Een speler die geeft alles. Die zo intelligent is. En jammer genoeg dat in het begin van het seizoen hij heeft weinig gespeeld. Maar hij was altijd op top om de training. Hij geloofde wel in zijn eigen. En ik ben blij wat heb ik gezien van Pieter. Maar denk ik dat onze sterkte is niet alleen Pieter Gerkes. Onze sterkte is collectief. Is wel beweging, wel automatisme, wel. Al spelen we snel met balcirculatie, met agressiviteit, dan ene wedstrijd Pieter Gerkes is zeer goed, de andere is Stef Peters, dan is Roman Bezus, dan is Igor Wetokele, dan is Johan Boli, dan is Volker Janssens. Dat is normaal, maar het belangrijkste blijft de ploeg en ik ben blij nog opnieuw op te zeggen dat Pieter heeft zijn kans gepakt en hij toont zijn kwaliteit. We zitten ook met enkele blessures, Kotisch, Bolingoli, maar er komen er ook andere terug uit blessure. Vitokelia onder andere en Piraar. Wie gaat er morgen keepen? Dat zullen we zien. Sebas Brusseze was echt goed. De laatste twee officiële wedstrijden, ook tegen Lommel en Charlois, oefenwedstrijden. Luca is terug na drie weken zonder training. Dan Sebas Brusseze zal morgen spelen. Maar ik ben blij dat Luca terug is. Dat ook Igor Wetokele en Volker Janssen zijn terug. Jammer genoeg voor Sascha Bolingoli en Damian Dussault. Ze kunnen morgen niet spelen, maar dat is voetbal, dat is misschien kans voor iemand anders om zich te tonen. Dank u wel.